Goedemorgen allemaal, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag voor mij woensdag en ik ga jullie vandaag een dagje meenemen. Ik heb namelijk allereerst vandaag de toets kraam. Het is voor mij namelijk de toetsweek deze week. Dus een hele drukke, hele stressvolle week. Ik heb heel erg veel zin in eigenlijk. Kraam is altijd wel mijn zwakste vak geweest. Dus ik ga zo nog heel even een beetje dingen doorlezen en een beetje dingen leren voor de toets. Want ik vind het allemaal wel moeilijk. Vandaag ook lekker warm aangekleed. Ik heb een t-shirtje aan. Ik heb een trui aan. Blauw broek. Deze hoge schoenen en daaronder zitten wollen sokken. En ik heb deze funny pack bij me. Want ik heb geen zin om een handtas mee te nemen vandaag. Want we gaan vandaag één toets maken. En daarna ga ik samen met Ashley ergens heen. Zoals gisteren namelijk jarig, is gisteren 21 geworden. Ze is nu officieel volwassen. Ik moet daar helaas nog een jaartje mee wachten. Maar dat betekent dus dat we nog iets moeten gaan doen voor haar verjaardag. We gaan altijd wat doen met elkaar. En ze kwam tot erin om te gaan bowlen. Vind ik wel leuk, maar met twee personen bowlen lijkt me gewoon een beetje saai. Bioscoop draait niks leuks. McDonald's is ook saai. Ik ben ook net wakker. Ook saai. Maar ik kwam tot het idee van, joh, kunnen we niet iets anders tofs gaan doen? Nou, ik ben gisteren even gaan googlen. En toen kwam ik erachter dat er in Schiedam een molentour zit. En ik ben altijd wel aan die culturele dingetjes. Ik vind het altijd wel heel erg leuk. Dus ja, ik heb dus gekozen voor die molentour. Dat vindt ze zelf ook leuk. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan vandaag na de toets naar Schiedam. We hebben al tickets gekocht. En dan krijgen we een molentour en alles daarin en eromheen. En ik heb verder ook geen idee wat het precies inhoudt. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. We zijn beide nog geen één keer echt in Schiedam geweest. Ik ben de maandag wel even heel snel geweest met mijn opa. Omdat ik maandag een second opinion had in het Vlieland. Er is maandag bloed geprikt bij mij. Helaas is dat weer 20 keer fout gegaan. En lukte het niet. Dus moesten ze de buisjes uit mijn vinger halen. Je ziet het wondje nog zitten. Helaas. Maar goed, het is gelukkig wel gelukt om de buisjes te vullen. Met heel veel knijpen in mijn vinger. Want het kwam er gewoon niet uit. Het is dus wel gelukt. Daar ben ik heel erg blij om. Ik heb zo'n 3 kwartier daar gezeten om eventjes bloed te prikken. Want ze willen mijn schildklierwaarde gaan testen. Dit is een tijdje terug is dat natuurlijk. Die waarden waren enorm hoog. En dat kan dus ook die verstopping veroorzaken. Dus het is afwachten op die uitslag. En hopelijk komt daar iets goeds uit. En anders, als er niks goeds uitkomt, dan krijg ik er medicijnen voor. Dus het is even afwachten wat het allemaal gaat doen. Ik ben in ieder geval blij dat hun ook op zoek willen gaan naar redenen hoe dit nou kan. Maar goed, daar gaat het vandaag niet om. Ik ga jullie vandaag lekker meenemen naar Schiedam. Maar eerst ga ik een toets maken. Goed, we zijn net de metro rijdt net weg. We zijn uitgevoerd op de parkweg waar we uit moesten stappen. En het is nu het vinden aan de hand van Google Maps. Ik hoop dat we het gaan vinden. We gaan het meemaken. Ik hoop dat het goed gaat. En dan gaan we zo meteen. Het is trouwens wel heel erg rot weer. Het regent heel hard. Het waait heel hard. Dus hopelijk komt het goed en komen we hier levend vanaf. Ik hoop ook dat het wel leuk is. Volgens Google Maps is het 7 minuten lopen. Maar naar ons idee zit het precies daar. Kijk, de molen is gewoon hier. Waarvoor zegt de ding dat het zo verlopen is dan? Het zit gewoon hiervoor. En ik vind het er nu heel grappig uitzien. Ik ben altijd wel van die culturele dingetjes. Dus ik ben er klaar voor. Volgens Maps denk dat we het wel gevonden hebben. Het ziet er nu al leuk uit. Ik hou er echt van. You are the solution.
zijn klaar met het door. Het was super, maar super, maar echt super interessant. Het is heel erg leuk. We zijn hier. Het is een wijd. Het gaat niet. Oh nee, je moet er echt door. We moeten gewoon alsmaar door blijven lopen. We gaan nu op zoek naar een winkelcentrum in Schiedam. In de hoop dat we daar even iets kunnen doen of zo. Of drinken of iets in die richting. Maar het was super, super interessant. Super mooi en ook leuk om te horen hoe dat nou allemaal in zijn werking gaat. Oh my god, het is koud. Maar goed, het winkelcentrum in Schiedam is gevonden. Hopelijk hebben ze hier leuke winkels. Ik heb geen idee wat hier zit. Goed, inmiddels zijn we klaar met de rondlooptour door Schiedam. Echt niet helemaal, we hebben alles van Schiedam volgens mij gezien. We zijn echt serieus een kwartier of zo gaan lopen richting een winkelcentrum waar we vervolgens aan de achterkant uitkwamen in plaats van aan de voorkant. Maar het is gelukt, we zijn een paar winkels afgelopen. Ik heb even een paar handschoenen en een paraplu gehaald, want ik had hele ijshanden. En ik had het ook heel erg koud en het was nat, want het regende, dus ik had een paraplu gehaald. En nu is het bij de Mac. We gaan even lekker wat eten. We zijn er wel in Spijkenissen. We hebben wel voor de Mac hier gekozen. Dus we zijn nu even hier wat eten. En dan gaan we zo richting huis. En dan zit onze gezellige dag te... We zijn wel moe. Maar het was wel heel erg leuk. Het is echt serieus. Echt, woon je in de buurt van Schiedam? Of kom je een keer in de buurt? Doe echt die molentour. Want het is echt zo leuk om de geschiedenis daarvan te horen en te zien. Het is echt heel erg tof. Maar nu even lekker eten, even bijkomen. We zijn nog steeds een beetje nattig. Even bijkomen, even opwarmen. En dan gaan we zo de kou weer in, richting huis. Goed. Het is mooi dat je het bekijkt, maar we zijn weer thuis. Ik heb net even lekker gedoucht, even lekker opgewarmd. Want dat was echt even nodig. Ik had het heel erg koud. En ik voel hier een papegaai aan me plukken. Oh, nou, toch niet. Het was super, super gezellig. Ik heb heerlijk gegeten. Het was echt een hele leuke dag. Ook toets is vanmorgen echt best heel erg goed gegaan. Maar aan al het leuke komt natuurlijk ook een einde. Het is klaar voor vandaag. Ik heb wel even een paar leuke dingen. Omdat het zo koud was, heb ik natuurlijk handschoenen en een paraplu moeten kopen. Die wilde ik zelf kopen. Ik kwam ook deze twee schattige dingetjes tegen. Ik heb natuurlijk twee lieve neefjes. Genaamd Jesse en Kevin. En ik kwam deze tegen. En hoe leuk zijn deze? Ik vind dit super leuk. Ik ga deze dus aan ze geven. En die kunnen ze dus aan de tas doen. Of voor school of zo. Au, Rio. Tadaa! En ik heb een papegaai gekocht. Nee hoor. Nee, ik koop geen papegaai, want ik heb jou. Lekker ding. Dus ja, het was een hele leuke dag. Je nagels zijn scherp. Het was een hele leuke dag. Ik heb weinig gefilmd vandaag, ook van de tour. Ik heb voornamelijk heel veel genoten ervan en het was echt heel erg leuk. Dus ik zet Rio even neer. Rio is een klein beetje vervelend, maar ik vond het een hele toffe dag vandaag. Ik hoop dat jullie deze vlog ook leuk vonden. Vanaf volgende week ben ik weer terug met het weekvloggen. Ik ben er eventjes een tijdje enigszins tussenuit geweest, omdat ik het gewoon niet trok. Dan gaat er eentje mijn tas lopen. Omdat ik het gewoon niet trok qua tijd en al dat soort dingen. Ik was heel druk met mijn toetsweek, toetsen leren en weet ik het allemaal. Gelukkig is die bijna voorbij. Ik heb aanstaande vrijdag heb ik communicatie en medisch rekenen. Voor de rest zijn de toetsen deze week tot nu toe allemaal voldoende. Ik heb mijn cijfers gedeeltelijk al binnen, die van vandaag alleen nog niet. Maar voor mijn volgende niet wel lekker, dus ik denk dat het ook wel goed gaat komen. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg!